Het was een van de belangrijkste families in het middeleeuwse Nijmegen. De gebroeders van Limburg. Hun voormalige woning aan de Burgstraat is dan ook al 5 jaar lang een museum voor het werk van de kunstenaarsfamilie. Toch zou dit de familie Maalwaal tekort doen, van wie de woning eigenlijk eigendom was. Tijd dus voor een naamsverandering. Vanaf nu heet het museum het Maalwaal van Limburg Huis. Het kunstmuseum van de gebroeders van Limburg heeft voor de tweede keer zijn naam veranderd. Met de nieuwe naam wil het museum de familie Maalwaal vereren die een grote rol heeft gespeeld in het leven van de gebroeders van Limburg. Het museum zal daarom nu bekend staan onder de naam Maalwaal van Limburg Huis. Nou, deze hele hoek was van de familie Maalwaal van Limburg. Die woonden samen. De Maalwaal familie is de moederskant. Metta Maalwaal was de moeder van de gebroeders van Limburg. En de hele hoek was eigendom van hun opa, Willem Maalwaal. Dus ja, Maalwaal hoort erbij. Daarbij komt dat die hele schildersfamilie meer Maalwaal is dan gebroeders van Limburg. Dus vandaar dat wij graag die naam erbij trokken. Dit was hun onroerend goed. De hele hoek. 2025 wordt het jaar van het Maalwaal van Limburg Huis. Dit naar aanleiding van de onthulling van de meesterwerken van de gebroeders van Limburg in het museum in Chantilly. Daarom zal het museum volgend jaar groots uitpakken met verschillende evenementen en activiteiten. Het lustrum hebben we voor een belangrijk deel uitgesteld naar volgend jaar. 2025 wordt een echt gebroeders van Limburg jaar. En dan willen we een hele hoop gaan doen rondom die gebroeders van Limburg. Er komt een expositie in de Stevenskerk. Er komt waarschijnlijk een video experience ook in de Stevenskerk. We zijn met van allerlei dingen bezig. We hopen ook weer een festival te doen. Scholendagen. Er komt enzovoort zou ik haast zeggen. Een van de bekende verkleedfestivals in Nijmegen is het Gebroeders van Limburg Festival. Ondanks de naamverandering van het museum is het nog niet duidelijk of het festival ook dezelfde naam zal krijgen. Het Gebroeders van Limburg Festival is iets wat we 18, 19 keer hebben gedaan. Waarschijnlijk zal de volgende editie Maalwaal van Limburg Festival heten. Maar daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar voor nu kun je genieten van de kunstgeschiedenis van Nijmegen in het Maalwaal van Limburg Huis. Waar je de kunst van de Gebroeders van Limburg van dichtbij kan bewonderen. Nou, mensen die hier op bezoek komen, die kunnen rondleiding krijgen een mooie film te zien waarin kort uitgelegd wordt waarom dit zo'n bijzondere plek is. Die gaan even mee dit verhaal in. En dit is niet alleen interessant voor mensen die van kunstgeschiedenis houden, maar gewoon ook van de geschiedenis van Nijmegen. Het heeft heel veel te maken met de geschiedenis van deze straat en deze stad. En dit zijn de eerste schilders die wij van naam en werk kennen in heel Nederland. Dit is 200 jaar voor Rembrandt en voor Vermeer. Niks mis met die schilders, maar deze komen er wel eerst. En ja, dat maakt het wel mooi. Oudste stad van Nederland, eerste schilders van Nederland. Logisch toch?